De provincie West-Vlaanderen heeft dus heel bewust gekozen om sterker nog dan in het verleden in te zetten op onze naburige regio's. En als je wil werken met het noorden van Frankrijk, met Zeeland, met de County of Kent in Groot-Brittannië, dan moet je zorgen dat niet alleen de politiekers, niet alleen de bedrijfsleiders, maar ook de kinderen, de studenten in contact komen met die regio's. Dit reglement heeft precies tot doel om deze soort contacten te stimuleren. Zo'n 5 jaar geleden hebben wij hier in Civitorhout enkele leerkrachten kunnen overtuigen om een uitwisselingsproject op te starten met een school in Duinkerke. En zo is uit een kleinschalig initiatief een hele grote dynamiek ontstaan. Ik ben juf van het 5e leerjaar in de basisschool Immaculata op Sint-Michiels. Wij gaan al een paar jaar met het 5e leerjaar naar Mont-Saint-Pivel. Eigenlijk zo dichtbij en toch een heel andere cultuur, een heel andere manier van werken. Wij hebben een uitwisselingsproject met het college Saint-Augustin uit Anguien, Henegouwen. Eén keer we het project voorgesteld hebben, zijn ze echt gemotiveerd om het beter te doen voor Frans, omdat ze willen dat Frans kunnen spreken met hun correspondent. Het leuke was dat ze in de klas echt naar het bezoek aan Mont-Saint-Pivel toewerkte en de kinderen kregen elk een pennenvriend en een pennenvriendin toegewezen. Dus op het moment dat ze aankomen in Mont-Saint-Pivel is het onmiddellijk van wie zou die Lola zijn waarvan ik al brieven heb gekregen, waarvan ik al tekeningen heb gekregen. Het is echt iets waar ze heel erg naartoe leven. De groep zelf wordt ook alleen sterker, wordt ook closer. Want er heel wat activiteiten zijn, ze moeten ook op elkaar rekenen. Cuscus Europe is 5 jaar geleden ontstaan, hier in de Werf, tijdens de Flemish Jazz Meeting. Ik heb toen een paar buitenlandse programmatoren aangesproken. En we hadden het idee om mekaars muzikanten te helpen over die grenzen. Maar wat ook direct het idee, het moet iets spannend zijn. We gaan niet gewoon groepen laten toeren, we gaan er iets fris in steken. En dat is dan die muzikale blind date geworden. Dus muzikanten die elkaar niet kennen samenbrengen en volledige artistieke vrijheid geven om een programma in elkaar te steken. De sterkte van ons project is dat er een artistieke uitwisseling tot stand komt tussen de muzikanten van de verschillende landen die er anders niet zou zijn. Vredeseducatie vinden wij belangrijk, zowel hier als in Zweden. De gruwel van de oorlog mag nooit vergeten worden. Bovendien klikte het meteen met de leerkrachten Ginder en hadden wij meteen heel wat ideeën om rond de Nobelprijs voor de Vrede een project op te starten. Het is een taaluitwisseling, dus wij willen dat ze echt zoveel mogelijk spreken in die andere landstaal. En om die reden proberen we ze constant bij elkaar te houden, ook tijdens de activiteiten. God, dat maakt hen vooral een groot stuk zekerder. Ja, zekerder over absoluut. De Franse taal vooral. Die taalbarrière overwinnen op eigenlijk een speelse manier, dat was het opzet. Ik werk nu in de winkel en sommige klanten spreken ook Frans. Ik ben zelf zekerder geworden door die projecten. En dat is tenslotte het doel van een taal leren, durven spreken. En met zo'n project leren ze dat. Via Facebook, natuurlijk sociale netwerken, communiceer je ook. En verbeter je ook je Frans, je leert hun Nederlands, ze leren ons Frans en dat gaat veel beter. De muzikanten die hier optreden zijn dus 4 muzikanten uit 4 landen, maar die elkaar 2 weken geleden nog niet kenden. Ze hebben een eerste concert gespeeld in Luxemburg en zo gaat de tournee dus verder langs de andere deelnemende landen. Door met mekaars cultuur om te gaan, brengen ze het concert eigenlijk op een hoger niveau. Daar komen heel mooie dingen uit. Muzikanten die elkaar vragen van speel mee op mijn cd, dus het crisscross, het over de grenzen heen lopen van samenwerkingen. Ik vind dat heel mooi. In Roemenië, in de stad Oradea, werken we samen met een aantal organisaties in het sociale werkveld. Studenten moeten op het einde van het 3e jaar echt wel tonen dat ze alle kennis die ze hier verworven hebben, alle vaardigheden die ze aangeleerd hebben, ook hun houding die voor een stuk mee ontwikkeld is in die 3 jaar, ze moeten dat allemaal inzetten. Met de kennis op zich zijn ze niks, ze moeten dat echt ook wel gaan toepassen. Toen hebben we nagedacht of dat we eventueel het klassieke eindwerk konden vervangen door een groepsproject. 8 studenten die 8 weken werken aan een project. We hebben daar als studenten zeer veel voldoening uit gehaald. Ook omdat de mensen daar ter plaatse je met open armen ontvangen. Dat je daar bereid bent om samen met hen aan de slag te gaan. Studenten moeten hier natuurlijk zorgen dat alles goed voorbereid is. Een goede voorbereiding is van kapitaal belang om het daar te laten slagen. We hebben een uitwisseling met Friesland. In september vertrekken we
met een hele bus kinderen enthousiastelingen naar Friesland, naar Dokkum. We verblijven daar 1 week in gastgezinnen en we maken daar van alles mee wat de mensen daar ook dagelijks beleven. Het is eigenlijk een project rond de dagelijkse activiteiten van mensen. Je praat met die collega's daar ook over visie, over hoe je bepaalde dingen in de klas aanpakt en zo. Dus sowieso pik je er altijd dingen uit die je meeneemt naar België, maar zij omgekeerd ook. Ondertussen sta ik zelf al 2 jaar in het werkveld. Dat is toch wel een ervaring die je meeneemt in je huidige job ook. Je werkt ook intensief met 8 studenten samen. Je kan dat vergelijken met een teamwerking, zoals nu in het werkveld ook het geval is. Zelf haal ik veel voldoening uit het project. Het is een totaal andere manier van omgaan met studenten. Je leeft echt een hele week samen. Het is zo niet de klassieke docentenrol die je daar kan aannemen. Het is afzien, het is zenuwachtig zijn. Het is de plek bij uitstek waar je kan zien of studenten klaar zijn voor het werkveld. Want daar moeten ze het effectief gaan doen. Het heeft mij toch wel dieper doen nadenken. En ook in de omgaan met jongeren in mijn job neem ik er zeker wel nog tips uit mee. Mensen vragen ons vaak: wat heb je met mijn kind gedaan? Maar dan zeggen wij steeds: wij hebben de kansen geschapen, maar de kinderen hebben de stappen zelf gezet. The amazing thing about discovering other cultures is to see that it never ends. You can go wherever you want, always learn new things, and it always also completes you as a human being and as a musician. Yeah, it's amazing. Het was zeker een heel leerrijke ervaring. In het kader van dit reglement hebben we de mogelijkheden om aan scholen, aan organisaties, de kans te geven om zo contacten te gaan leggen. En we geven aan de betrokken partners tot €2000 steun om dit mogelijk te maken. Steun van de provincie maakt natuurlijk dat dit project veel haalbaarder is. Voor de ouders kost het een pak minder. Die Europese insteek die brengt natuurlijk meer kosten met zich mee. En daar hebben wij zelf de budgetten niet voor. Dankzij de steun van de provincie kunnen wij ervoor zorgen dat het laagdrempelig blijft en dat wij de leerlingen geen te grote bijdrage moeten vragen, zodat iedereen de kans krijgt om deel te nemen.